Nee, een camera. Hou ik niet van. Wow, ik ben een excellent motherfucking president. Motherfucking president. Zo direct gaan we de Buiten Hero video opnemen. En het is nu nog eventjes wachten op Carlien. Die kan zo elk moment hier aankomen met een bosje bloemen die we gaan geven. Zo. En dan gaan we zo filmen bij BCC. Break down the awkwardness. Put on my boots and a lily white dress. Tada, alles is ready. Heb je er een beetje zin in of niet? Ik wel. Ja? Heb je het wel gekeken op internet naar de andere versies? Dus je bent al een beetje voorbereid, soort van? Oké, een soort van. Wij staan bij de BCC om hen te feliciteren, omdat zij de winkel van de maand mei zijn geworden. Loopt u met ons mee? Ja, wat grappig joh. Leuk. Dankjewel. Ik ben net gefilmd bij BCC. We zijn net klaar. Het is bloedheet, het is warm. Dus we hebben wat verfrissing bij keukenconcurrent. Hoe ging het nou voor je gevoel? Nou, het was gewoon echt dat mijn haar en mijn gezicht er best wel oké uitzagen. Dat ik dacht van, oh, dit gaat wel goed. En dan praat je en dan zie je die camera en dan denk je, oh, ik word hier toch best wel nerveus van. En dan uiteindelijk ben je er vanaf en dan denk je van, gaat toch best wel oké. Lastig hè, voor de camera praten. Ja. Het ziet er altijd makkelijker uit, daar. Ja. Maar op het moment dat de camera aanstaat, dan is het echt zo van, oh shit, je hebt een microfoon op je gericht natuurlijk. Ja. Als ik gewoon zo met jou staat praten, dan is het chill. Ja. En als ik op de camera ga letten, dan is het echt van, oh nee, een camera, hou ik niet van. Het is ook vaak het idee dat je gewoon, dat je het weet. Dat als je weet dat je iets belangrijks moet zeggen en het wordt gefilmd, dan ga je juist vaak fouten maken. Ja. Ja. Zoals in plaats van, het publiek heeft jullie verkozen, de winkeliers hebben jullie verkozen. Nee, niet de winkeliers, het publiek. En dan wil je jezelf gaan verbeteren, maar dan denk je, nee, dat klinkt nog stom als je jezelf gaat verbeteren. Zoiets van, nee, laat het maar zo. Tilman, alles goed? Ja, ja, lekker. En ik ben weer gedropt in Dronten bij het station. En het is best wel een mooi station eigenlijk, om eerlijk te zijn. En ik hoop dat je me kan verstaan, want er staat echt vet veel wind. Maar ja, we gaan even kijken. Ta-da-da. Dit is het station. En hoe laat vertrekt mijn trein? Om 13:25. Het is heerlijk weer buiten. Ik heb dit lekker gefilmd. Voor mijn eigen gevoel. Ik weet niet hoe mijn haar eruit ziet, dat is ook nog eens de vraag. Ik loop naar boven.
14 minuten vertrekt mijn trein. Ik ben dus net thuis. Ik heb vandaag hard gewerkt en vandaag heb ik in Dronten gefilmd. En daarna ben ik naar mijn zaak gegaan in Lelystad en ben ik gewoon tot 5 uur gebleven. En nu ben ik kapot en ga ik even lekker douchen. En ik zeg heel vaak het woord en. Maar ik ga nu lekker douchen. En dan ga ik zo direct om 9:50, als het goed is, word ik opgehaald. Sneller gefixt, man. Ja, man. Shout out to the cameraman, you know how we do. Shout out to Andy, all the way up. We in the kingdom, Seca Studio. That is what we do. Wow, ik ben de excellent motherfucking president. Motherfucking president. Watch om die fucking dingen, man. Ze blijven alleen maar op die pot glimmen dan. Mannen doen dapper, ik trek je uit. Elektriciteit, waar is die buit? Ah, ben begonnen van de bodem. Nu blijf ik kopen, lekker naar de tropen. Malediven, nee, je bitch gaat dieper. Zegt de bitch, ja, ik laat het diep vliegen. Lekker diep, diep, je weet wat het is. JJ op zijn shit en jij bent op niks. Vandaag letterlijk alleen lekker rustig. Ja. Gaat gelijk moeten. Oké, sowieso lopen de shit. Sowieso. Rij rustig. Yes, rustig man. Ja man, big up, shout out. Yes. Now we do that shit. We work that shit up. Ik ben net weer thuis en het is nu 1:55 en ik ga even lekker slapen. Zo direct weer om een uur of 6:30 weer op en dan weer opnieuw knallen. Slaap lekker.